Goedemiddag, dit is alweer de vierde trainingsvlog voordat ik naar de Mountain Festival ga in Zwitserland, wat al over een dikke twee weken is. Vandaag ga ik laten zien hoe ik eigenlijk normaal train, dus gewoon in de gym. Ik heb ervoor gekozen om wel een full body workout te doen, zodat ik allerlei oefeningen kan laten zien aan jullie. En de training hierna gaat met een North Face trainer zijn. En ik hoop dat jullie de winactie al hebben gezien. Anders moet je weer even in de beschrijving kijken. Ik heb hem in de vorige video ook uitgelegd. Maar daar kun je zelf een training winnen van een professionele trainer. En ik zou ervoor gaan. Go for it! Nou ga ik ervoor en dat ga ik jullie laten zien. Nou, dat was borst. We doen een full body workout, dus we kunnen niet per spier op te veel oefeningen doen. We gaan nu door naar rug. Dan pakken we schouders en benen nog. En dan zijn we al klaar. Ik heb het in ieder geval wel warm. We gaan knallen. Workout zit er bijna op. Als laatste gaan we nog wat sprintjes trekken met een rekje met gewicht erin. Als je niet precies weet wat het is, gaan ze gewoon laten zien. Is goed pittig aanzetten, kracht, benen, gaat helemaal kapot. En dat is eigenlijk de bedoeling van de workout van vandaag. We hebben nog maar twee weken. Was hem weer. Alweer de vierde training. 4 down, 2 to go. En moe gestreden. Lekker bezweet weer. En wel lekkere training gehad. Dit is eigenlijk een beetje hoe ik altijd train. En daarnaast voetbal ik nog. En ik denk dat meerdere soorten trainingen bij kunnen dragen aan een outdoor doel. En dat probeer ik jullie te laten zien. Ik probeer daar jullie enthousiast over te maken. Ik hoop dat dat een beetje lukt. Zelf dacht ik altijd dat outdoor activiteiten ver van mijn bedshow waren. Maar het valt eigenlijk wel mee. Het is juist een uitdaging toch? Hoe een berg beklimmen. Paragliden. Insane. Ik kan echt niet wachten. Tot de volgende.